HHC-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars en Piet Kees video- en audioproducties. Professionele bedrijfsfilms tegen een aantrekkelijk tarief. Ik kwam het last dat jullie vanaf het begin van de wedstrijd al niet in de wedstrijd zaten? Ja, dat weet ik niet. We beginnen inderdaad heel erg slordig. Meteen de tegendoelpunten natuurlijk die we zelf weggeven. En sowieso eerst kwartier, 20 minuten heel erg slordig. Veel balverlies. Verkeerde aanname, verkeerde passes. Ja, doodzonde. Op zich pak je daarna goed op. Ik denk eind tweede helft of eerste helft dat we goed spelen. Laatste kwartier creëren wat kansen. Bal van Thijs op de paal. Vrije kopkans van Björn vanaf de 5 meter. Dus daarna pak ik het beter op, maar in het begin was inderdaad erg slordig. Daardoor help je hem wel erg in het zadel, dus doodzonde. Ik zei al tegen Ted, van, je mag blij zijn dat je niet met 3-0 achter staat in de eerste helft. 3-0 weet ik niet, maar ook na die 1-0 bleef het slordig en kreeg ze nog wat mogelijkheden, dat klopt. Maar met 1-0 zit je nog steeds goed in de wedstrijd en we pakten het daarna goed op, eind de eerste helft en tweede helft ook. En dan valt die 1-1, gelukkig. Daarna denk je van erop en erover, alleen dan sta je even niet op te letten omdat je denkt zelf een ingooi te krijgen. Die geeft die scheidsrechter aan hun, omdat hij kennelijk dacht dat hij via Björn er nog weer uit ging. Ja, die maakt ze ook fantastisch af natuurlijk. Ja, daarna is het weer lastig, maar probeer je nog van alles, maar wil die niet vallen. En dan wordt de penalty die jullie hier zouden moeten krijgen ook niet toegewezen, want de beelden wezen dat zeker uit. Oké, ja, ik heb de beelden niet gezien, maar ik had het idee dat de scheidsrechter sowieso bij twijfelballen, ook bij die ingooi wat ik zei, elke keer hun kant op wezen met zijn arm. Dus ook dat staat niet mee, maar we hebben het zelf ook niet af kunnen dwingen helaas. Hoe kwam dat? Jij zegt we beginnen slordig, maar hoezo begin je dan slordig aan zo'n wedstrijd? Lag dat door de druk die Kozakkenboys zetten? Nee, dat denk ik niet, want op zich zijn zij niet een ploeg die heel veel druk vooruit geeft. Alleen we waren gewoon, ze gaven ook op zich wel de ruimte om op te bouwen. Alleen dat deden we gewoon heel erg slordig. En ook de tweede ballen en de duels waren we gaven in het begin gewoon even niet thuis. Maar ja, hoe dat kan, ik durf het niet te zeggen. Mis je dan op dat moment spin in het web Hielke Pentema? Nee, daar wil ik er niet op afschuiven. Natuurlijk is het altijd lekker om Hielke erbij te hebben. Maar ik denk, dat zag je later ook wel, dat we met het team wat we hier hebben staan gewoon goed kunnen voetballen. En dat we dat later ook hebben laten zien. Die 1-1 die gaf wel vertrouwen bij Björn Swicker. Had jij ook zoiets van, nu kunnen we er overheen gaan? Ja, sowieso hadden we toen een goede fase, vond ik. En ik dacht echt van, nu wordt het erop en erover. En dat leek ook even zo. Alleen daarna ebt het wel weer wat weg. Ja. En een beetje uit niets valt in één keer die 2-1, wat wel een fantastisch doelpunt was natuurlijk. En dan moet je er weer tegen knokken. Ja. En dan valt op het laatste moment nog die 1-3, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel meer uit. Het was alles of niets en weer verder kijken naar volgende week volgens mij. Ja, die 1-3 maakt niks uit. Dat is gewoon voor de statistieken. Je hebt eind probeer je alles en of het nu 3-1 of 2-1 is, dat maakt er niks meer uit. HHC-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars en Piet Kees video- en audioproducties. Professionele bedrijfsfilms tegen een aantrekkelijk tarief. Hey!